Zometeen in DBC-nieuws van woensdag 28 maart. Hoe is het na de verkiezingsuitslag nu met politieke partij Balans? Modezondag in Bokstol en NK Lifesaving in een dobbelbad. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Oosterhof Bokstel, Slagerij Willy Berens Liemde, Iris Kappers, de specialist in haarwerken Bokstel, Albert Heijn Bokstel, Natasha Fashion Bokstel, Bakkerij van Eindhoven Liemde, Plus van der Horst Bokstel en Tiga Health and Beauty Bokstel. Welkom bij DBC Nieuws. Het stof van de Bokstelse verkiezingscampagne is neergedaald. Balans kwam als winnaar uit de bus. De oppositiepartij kreeg ruim 100 stemmen meer dan combinatie 95 en is daarmee de grootste in de gemeenteraad. Daarom mag lijsttrekker Marielle van Alphen van Balans de eerste aanzet geven voor de coalitievorming. DBC Nieuws zocht daarop om te kijken of de verkiezingsroes al was gezakt en maakte als eerste de balans op. We staan hier bij Marielle van Alphen. Marielle is samen met haar partij Balans de grote winnaar geworden van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. We zijn nu een weekje verder. Hoe is het gegaan? Ja, nou ja, met mij gaat het goed. En wij zijn vooral heel dankbaar voor de steun die we hebben gekregen, het vertrouwen. En daarvoor zou ik alle kiezers ook willen bedanken, de kijkers thuis. Want er is toch een duidelijk signaal afgegeven. En we willen een verandering van het huidige dagelijks bestuur. Ja. Heb je na afloop of misschien de dag daarna nog lang feest gevierd? Wij hebben in eerste instantie met de mensen van Balans, met alle betrokkenen, hebben wij een toast uitgebracht op het prachtige resultaat. En vervolgens hebben wij thuis ook even de ruimte genomen om stil te staan bij wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. Dus mijn man, mijn kinderen, mijn ouders en mijn naaste dierbaren. En ik heb hen ook bedankt, want ik besef heel goed dat als ik de ruimte niet krijg, dat ik niet kan doen wat ik nu doe. Dus daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. Nou ben ik natuurlijk erg benieuwd hoe de reacties waren op straat. Oh ja, die reacties die zijn fantastisch. Echt overweldigend. Ik krijg enthousiaste reacties van mensen op straat. En wat ook zo mooi is, mensen die je helemaal niet kent, die komen je feliciteren. En die komen vertellen van, we hopen dat er meer balans komt in het dagelijks bestuur. En vanuit onze partij merk ik hetzelfde. Dus dat is geweldig. Wat gaat er nu precies gebeuren? Ja, ik kan me voorstellen dat u dat graag wil weten. Wij zijn vanaf donderdag eigenlijk meteen aan de slag gegaan met de eerste voorbereidingen, zeg maar, voor de gesprekken die zouden plaatsvinden. Alle partijen zijn uitgenodigd voor een oriënterend open gesprek. En al die gesprekken hebben afgelopen zaterdag plaatsgevonden gedurende de dag. En wij evalueren en de eerste vervolggesprekken zijn vandaag en morgen. En daarna komen we zo snel mogelijk bij jullie terug. Kun je ook al iets vertellen over hoe dat nu verder gaat? Met welke partijen, wie, hoe? Vertel eens. Nou, ook een hele begrijpelijke vraag. Ik kan me voorstellen dat het leeft ook bij de mensen. Ik kan daar helaas nu nog geen antwoord op geven. Daar is het echt te vroeg voor. Wij willen het proces zorgvuldig doorlopen met elkaar. En zodra er nieuws is, verneemt u van mij. Absoluut. Na al het politieke geweld van de afgelopen weken was er dit weekend weer ruimte voor wat luchtige zaken. Op zondag showden de modellen op de catwalk in het centrum van Bokstel de nieuwste voorjaarscollectie van de lokale winkels. Bokstel stond het hele weekend in het teken van mode. Zaterdag pakten de winkeliers uit met een shop-event. Modezaken en horecagelegenheden in het Bokstelse centrum verbinden zich al enkele jaren aan een dag waar shoppen, workshops, beauty, eten en drinken centraal staan. Doel van het evenement is om te laten zien dat er in Bokstel veel te beleven valt en genoeg te vinden is. Tussen de modejo's door konden kinderen zich vermaken in de ballenbak of zich laten sminken. Het publiek bekeek het allemaal van het terras, genietend van een drankje, de zon en de gitaarklanken van zanger en DJ Blue Flamingo. Bokstel beleefde zo een mooie start van de lente. En wie lente noemt, zegt de grote schoonmaak. En niet alleen thuis, maar ook buiten. Zaterdag werd flink gepoetst. Tijdens de landelijke opschoondag namen veel vrijwilligers een bezem of vuilprikker in de hand om in hun buurt zwerfafval op te ruimen. Zo ook in Bokstel. Leerlingen van basisschool De Spelenlier gingen vrijdag al aan de slag. Kinderen kregen eerst een korte voorstelling in de aula. Vervolgens gaf wethouder Herman van Wandrooy het startsein om naar buiten te gaan.
De kleuters gingen aan de slag op de eigen speelplaats. De oudere groepen trokken in teams de wijk in om allerlei plekken te ontdoen van rondzwervend vuil. Dankbaar werk, zo bleek al snel. De afvalzakken vulden zich vlot. Ook in de Sint-Willibroddestraat werden de handen uit de mouwen gestoken. Gewapend met bezems, tuinhandschoenen en veger en blik belden de medewerkers van de welzijnsorganisatie Contour de Twern zaterdag aan bij bewoners in de straat met de vraag mee te helpen. Contour de Twern is vorig jaar gestart met huiskamergesprekken om te horen wat er gedaan kan worden om de straat te verbeteren. Veel mensen bleken zich te ergeren aan zwerfvuil en onkruid. Dat werd dan ook meteen aangepakt. Diverse buurtbewoners hielpen mee om brandgangen en stoepjes schoon te krijgen. De opschoondag was succesvol, want veel plekken in Bokstel zien er weer spik en span uit. Hopelijk is het een aanzet voor meer schoonmaakacties. Het was dringend geblazen in het Dommelbad afgelopen weekend. Voor de tweede keer werd in het zwembad aan de Schijndelseweg het Nederlands kampioenschap reddend zwemmen gehouden. Dit evenement werd georganiseerd door reddingsbrigade Bokstel in het kader van haar 35-jarig bestaan. En met succes. Een van de Bokstelse teams pakte de titel. Rob van Hees vormde samen met Guy Hagemans, Marijn van den Nieuwenhuizen, Pieter Luitelaar en Michel Klomp het zwemteam dat het kampioenschap prolongeerde in de categorie Masters. Ze zwommen samen 3 Nederlandse records en wonnen met een flinke voorsprong op de concurrentie. Waar zondag in het teken stond van de volwassen zwemmers, was er zaterdag ruimte voor de jonge deelnemers. Fanatiekelingen tot 15 jaar namen deel aan het toernooi. Ook de Bokstelse reddingsbrigade had verschillende deelnemende teams. De jonge zwemmers moesten een estafette afleggen met verschillende slagen en zwemmen zonder flippers. Ondanks de stevige strijd heeft het Bokstelse jeugdteam het podium niet gered. Waar in het Dommelbad mensen uit het water werden gered, was dat bij Jezus Christus niet nodig. Hij liep immers gewoon over het water direct door naar de tot theater omgebouwde gemeentewerf aan de Melstraat in Bokstel. Daar werd dit weekend de musical Jesus Christ Superstar opgevoerd. Tijdens 4 voorstellingen brachten de 96 acteurs en actrices ruim 2000 bezoekers in vervoering. Direct vanaf de start was duidelijk dat deze editie een andere insteek had dan de succesvolle voorganger in 2016. Waar die productie een christelijk tintje had, kwamen nu hedendaagse vraagstukken duidelijker naar voren. De solisten vervulden hun rol op prima wijze. Er was ook een fijne chemie tussen Charlotte Pennings, die Maria Magdalena speelde, en Jan-Willem Ketelaars, die Jezus vol overtuiging vertolkte. Vooral zijn gezongen betoog aan God zorgde voor kippenvel en tranen bij het publiek. Ook de stem van Pim Laveleijen in de rol van Judas zorgde voor een muzikale verrassing. De cast, de band en alle vrijwilligers kregen na afloop dan ook een langdurige staande ovatie. Van de lijdensweg van Christus gaan we door naar een wat vrolijker beeld. Zondag werd namelijk de 58ste Palmpaasoptocht gelopen door de straten van Bokstel. De herdenking van de uittocht van Jezus in Jeruzalem krijgt gestalte in een lentegroet. Tientallen kinderen liepen samen met hun ouders en enkele paashazen mee. DBC Nieuws was nieuwsgierig en haastte zich naar het centrum. Ja, mijn naam is Haas. Ik weet van niks. Gekleurd papier, koorden met snoepgoed, bloemen, knutselwerkjes en natuurlijk een haantje pik. De kinderen hadden van hun palmstokken weer ware paaskunstwerkjes gemaakt. Ja, mijn naam is Haas. Ik weet van niks. Is hier wat gebeurd? Al daar weet ik niks van. Zondag zijn wij een ei. Een ei is geen ei. Twee ei is een jongen. Ei is een paard. In een grote stoet en onder het genot van een lentezonnetje liepen de deelnemers naar de markt. Daar deelde burgemeester Mark Buys en zijn echtgenote Christel heerlijke chocolade-eieren uit. Traditiegetrouw wordt tijdens de tocht aandacht gevraagd voor het werk van een vrijwilligersorganisatie. Dit jaar kreeg Arjen Witteveen, voorzitter van de Voedselbank, de gelegenheid om het werk van zijn vrijwilligers onder de aandacht te brengen. Bokstel Vooruit houdt met deze Palmpaasoptocht een mooie activiteit in stand die de paasdagen en het voorjaar inluidt. En de paashaas, die koos eieren voor zijn geld. En met deze vrolijke beelden sluiten we het Bokstelse Weekjournaal af. Dit was DBC Nieuws. Bedankt voor het kijken, fijne paasdagen en tot volgende keer.